met mij even Shen. Varus. Varus. Die zie je ook niet vaak. Jawel, die zie je nu wel. Ja, is Varus weer meta. Nou, ik denk, gaat Teemo dat winnen? Teemo, denk ik. Oh, wel met Ignite, ja. Wel met Ignite. Ja, nou ja, dat, daarom moet je Ignite nemen op top lane. Want dan, dan win je altijd. Ja, van die champions die al zo bleed of poison of zo hebben, van die damage over time, denken dat is zo fucking irritant om daar ook nog Ignite bij te hebben. Of brand of zo. Doet zoveel damage. Ah. Oh, ik weet nog met Cassiopeia. Om dan eerst die jungle om die grond te smijten. en dan je te laten attacken door de enemy. En dan telkens die E te spammen. Dat was voor troll idee. Gaat Smik of Shen dan smijten? Smik of Shen gaat dan niet smijten. Waarom heeft hij red? Is een poison, denk ik. Ja, ik heb hem alweer moeten exhausten, want hij staat me zo hard te slowen. Nee, niet weer. Gooit hij weer dat spul op mij. You're welcome. Ja, hij heeft die red, dus dat, ik neem aan dat de, dan neem ik toch aan dat de jungler die heeft niks gekregen. What the fuck, Twitch? En ook even zo'n uur lang stil blijven staan, dat is het leukst. Ik weet niet of je mij ziet hier. Ik denk het wel. Ik weet niet wat die rat denkt te gaan doen, maar hij gaat er gewoon aan. Ik stop bij gewoon lekker nog een keer ganken.
elke? Twitch had heel gebruikt. Oh, we hebben een championship Z. Van de champions. Van de Champion League. Houd ik niet. Voor mij zit ze in zou hier gewoon op bot lane. En dan staat weer ha! Hij heeft nog wel flash. Nee. Al wel. Nee, kut. Als ik die raakte was het dood gegaan. Zit van waard hier? Daar ga ik niet in hoor. Won't be the last body to fall. More death to go around. Ja, dat had ze niet moeten doen. Nou, ze heeft geflasht. Ja, dat vind ik zo flauw. Dan komt Lee Sin alsnog gewoon achter je aan. Ja, dan zit hij zo half te glitchen of zo. Ik weet ook niet wat dat is. Nou, je stapt mooi uit het bos. Ja, ik had dan een stap naar rechts moeten doen. Ja. Dat is wel leuk. Pressure mid, hou op. Ik heb drie kills op botlane gehaald. Hij moet wel mid-pressen. Hier is perma trading. What the fuck, jungler? I can't handle this Yasuo, so you have to carry me. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, die kill die je op Yama maakt, die was wel leuk. Wie ik, hè? Ja, eerst telkens missen en weet ik voor wat. en dan in één keer en dan ging ze eraan. Dat dacht ik ook, dat is ook wel een leuk idee om eerst gewoon heel hard te feeden in een bronze game. Heel erg hard te feeden. En dan in één keer even gaan stompen. En dan kijken ze ook hun ogen uit, denk ik. Mijn ogen uit. Oep, nou ik heb mijn ult gemist. Oh, wat? Nee, nou ik ben dood.
Nope. Nou, kom naar botlane, pak die raad. Dat gaat niet lukken, fuck dat. Ik heb me nu al in. Moet ik die dragon ook maar even eventjes doen. Ja, daar is een bard. Hey, hou op man. Ja, daar komt Zin Zou even aan. Die Zin Zou is ook wel... Zo useless champion eigenlijk. Nou, hij is gewoon goed in brons. Maar dat is het dan ook. In brons is hij goed hoor. Yasuo komt naar bot misschien. Oops. Godzijdank, maar dat ging echt helemaal niet goed. Ja, die moeten we doen. Nou, daar had Janna aan bijna. Helemaal blop, Jack. But I put this question to rest. Guys. Turret destroyed. Nou, godverdomme man. Ze hebben die Seven Leaves zijn ook genervd, hè? Die ulti die doet echt iets van 200 damage minder. Oh ja? Ja, ja de vorige patch op ze volgens mij al. Oh ja, ja, dat had ze. Nou, dan killde ik die Twitch net niet. Nou. Ja, dat moet ophouden. Oké, ik heb 3000 gold. Oké, we hebben een team om met de meijijs. Dat mag dan ook nog wel eens een keer. Van Riot. Van Rito Pito. Nou, ik neem aan dat jij nu ook wel de Challenger border wil. Nou, nee, maar zo'n... nou, doe je rat! die rat, die werd gemoroond. Timo zat aan te campen. Ik hoef niet per se die challenger borden, maar zo'n border is wel echt leuk. Oh, er zijn wel meer, ja. En je kunt ook de hele map veranderen, als je dat wil. Maar dan moet je zelf maar even zien als je het leuk vindt. Ik weet niet of ik dat programma nog heb. Ja, nee, het moet sowieso geüpdate worden. Waar is Varus? Oh, daar. Nou, Rumble gaat eraan.
Die wordt dan uitgerimbeld. Geen assist voor jou. Maar je wil vast de voice-over wil je vast ook wel hebben. Met een present voor de slaughter dogs. Ja, die wil ik ook. En de muziek werkt toch niet. Oh. Dus ja. Wat zei je? Ja, die muziek die hoef ik nog niet. Nee, maar die werkt ook niet. Dus ja, die hoef je ook niet te nemen, want die werkt niet. Nou, jij mute de muziek toch gewoon, dus. Toch of? Ik heb de muziek niet aanstaan, maar. Nee, dus dan maakt het niet uit als je dat aan of uitzet. De ability van Rumble doet wel heel weinig damage. Nee, daar komt Jasper ook nog aan. Nou, Rumble is even in die Teemo schroom gaan staan. En daardoor is hij gewoon dood gegaan. Nee, niet dat doen. Hij zat op 1 haag. Ik ga je Ferris gekild. Faroes. Toss hem overboord. Nou, report dit. What the fuck? Pak zijn zaal. Oh mijn god, zag je dat? Ik ben zo omhoog gaan dunken. door die zin zou. En toen echt op het moment dat ik weer neerkwam, toen werd ik gewoon weer omhoog gedankt. Door die windhoos. Ferris daar nou neer serieus een Bart neergezet. Heeft hij nou serieus hier een neergezet? Het is wel echt lokkelijk voor de enemies om daar. Ja, dan stond daar een Bart. Ja, maar hij heeft hem gewoon daar neergezet. Nee, Janna niet doen. Weg Janna. Nee. Ja, maar er staat hier gewoon een... Dat is echt jammer. Nee, ik krijg het niet. Ga daar maar even doorheen. Sinds hoe krijg die kippen niet? Hij zit ze aan te ballen, maar ze zijn allemaal lekker van mij. Hier. En dan even ulten voor Sinz houden. Fucking Sinz houden. Wow. Nee. Heeft die ult ook echt op een domme manier neergegooid?
Het is zo'n rumble, zoals ik rumble zal spelen of zo. Ja, je moet er één gaan en dan zo half weer naar mij terug. Deze game wel ja, die Zinzou ook. Die Zinzou en die Rumble zijn gewoon super, super troll. Valt te trouwen tegen deze Zinzou en die Rumble. Denk ik ook niet. Ah, zet je even nog een leuk idee. We kunnen het proberen. En ze zet kan het in ieder geval wel. Zo. We homo him. Armor beeld van Rumble bestaat niet en Rumble die doet daar niks en ik ben zo hard gefeerd. Ik ga gewoon een Thornmail kopen. Als ik Zinzou met een aanval, dan gaat hij gewoon wel vanzelf dood. Die Teemo die doet ook wel leuke dingen. Nou, nu gaat hij het er echt aan. Doe dat nu al voor de tweede keer op een rij. Met een mooie. Hem. Ja, dat doet niet zo heel veel damage zelfs hoor. Nou, godverdomme! Ik report jou echt met die fucking. Nee. Ah, nou, ik ben al dood. Godverdomme. Warning. Kijk, wat moet ik haar? Nou, dan koop ik ook al wat armor.
moet even dat ene ding kopen dat je aan iemand anders... Dat je armor krijgt als je naar iemand anders toe gaat. Ja, nee, nou, je krijgt sowieso al armor als ik jou... if your partner gain 40... Your allies lost his innards. Oh ja, ja, je krijgt 40 armor. Ja, die moet je even halen voor mij. Voor jou, ja. Moet ik hem ook even halen? Dan geef ik hem aan jou. Nee, dat heeft geen zin voor mij. Dat heb ik ook al gedaan, maar dat stekt niet. Pak die rat nou! Zet die weg te flashen! Nee, die helemaal die straks vet van down zal ik even met. Nee, hij doet op mij doet hij ook maar met één ability doet hij 50 HP of zo. Wat ik ook niet. Hij staat dan de andere kant op 4. Wacht, ik moet terug, mijn Thorwell is klaar. Nou, doe je Anna. Yes, it's true. Nee, daar is hij weer. Nou, die Yasuo doet ook mooie dingen hoor. Kan ik je vertellen. Jij moet ook nog even zeggen dat we een honger hebben. Nee, zin is Afrika, maar hij moet mij wel, hij moet mij even aanvallen. Hij wil je niet meer aanvallen. Easy peasy free-low game. Denk ik ook.